Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. We gaan vandaag lekker verder, maar niet helemaal waar we de vorige keer gebleven waren, want er is iets gebeurd en ik zit er toch wel mee. Ik heb namelijk te horen gekregen dat een van mijn werknemers, in dit geval Sander, in eerste instantie muis hebben bedrogen met geld. Hij heeft voor iemand een tuin mooi gemaakt, heeft in totaal 1000 euro voor gevangen. Maar het schijnt dat de persoon zelf zegt, nee, ik heb 1500 betaald, wat zou betekenen dat Sander dus zelf 500 in zijn eigen zak zou hebben gestoken. Nou goed, ik ken Sander al een tijdje, hij werkt hier al een tijdje. Ik heb nooit problemen met hem gehad, hij heeft altijd netjes betaald. Dus ik geloof ook niet dat hij daadwerkelijk 500 euro zou jatten van de baas. Wat wil je überhaupt met 500 euro? Alles is zo duur. Dus ik ga even bij hem verhaal halen en als dat daadwerkelijk niet zo is, dan hoop ik dat hij met mij een aanklacht wil indienen tegen de persoon in kwestie, waar ik nu eventjes nog niks over ga zeggen. Maar ik zie dat Sander wel daar bezig is. Ik ga eerst hem maar eens even naar hem toe en eens even vragen hoe en wat allemaal. Sander. Hi Guido. Ja, Guido. Weet je, kom even mee naar het kantoortje. Ik wil niet dat andere mensen hier aan mee kunnen luisteren. Want het is nogal een serieus iets op het moment. Wat is er gebeurd? Jij hebt laatst een tuin bij iemand veranderd, aangelegd. En jij hebt bijna 1000 van gegeven. Dat klopt. Was dat alles? Was dat het totale bedrag? Ja, natuurlijk. Je stond er zelfs nog naast toen ik het je gaf. Mm-hmm. Dus er is niet iets in je eigen zakken verdwenen? Nee, niet dat ik weet. Oké, want ik heb dus te horen gekregen. En voordat je nu meteen denkt, de baas gelooft me niet. Nee, dat is niet zo. Maar ik heb dus te horen gekregen dat iemand 1500 heeft betaald aan jou. En dat jij mij maar 1000 hebt gegeven. En ik denk nu meteen, het lijkt mij heel dom als dat werk waar is dat je 500 euro zou stelen van een baas. Want 500 is niet veel. Zeker niet om zo je naam kapot te maken. Maar ik geloof ook niet dat je dat hebt gedaan. Ik weet over wie je het hebt. Ja. Dat ging. Nee, dat was echt 1000, dat weet ik zeker. Want die wou alleen wat onkruid en een klein stukje heg. Als ik daar 1500 voor had gerekend, dan dat zou net alsof ik voor een brood 100 euro zou betalen, zeg maar. Precies, en dat is dus ook hetgene waarom ik zo zeg van, dit kan haast niet waar zijn dat je voor 500 euro zoiets doet. Dus ik weet niet hoe jij erin staat, maar kijk, anders misschien dat een aanklacht naar je toe gaat komen. Ik heb geen idee erover natuurlijk, maar misschien dat ze zeggen van, hij ligt zijn baas op. Ik heb precies van, als wij nou een stap voor zijn en een dubbele aanklacht indienen op de persoon in kwestie, is natuurlijk een hele grote kans dat de persoon in kwestie of misschien een schadevergoeding moet gaan betalen wegens, hè? Misschien dat je naam daardoor zwart wordt gemaakt. Het bedrijf loopt daardoor schade. Dan kunnen we mooi geld uitslepen, waardoor we alleen maar extra geld krijgen. En eventueel misschien wel zelfstraf. Dat is best wel een slim idee. Daar had ik nog niet eens over nagedacht. Ik had het wel gehoord, maar ik dacht, laat maar gaan. Dat zal wel, zeg maar. Nou ja, gezien ik toch hier de baas ben en ik heb dan toch wat meer rechten wat dat betreft. Ik heb zoiets van, weet je, ik laat natuurlijk niet zo over mijn bedrijf of mijn werknemers praten. Dus ik heb zoiets van, let's go naar de police en laat een aanklacht gaan maken. Want ik pik dit natuurlijk niet. Ik vind het helemaal goed. Is goed. Dan hebben we wel één probleem. Jij moet me wel brengen naar het politiebureau, want ik heb geen idee waar het is. Want ik kom er eigenlijk nooit. Ja. Ja, nee, dat is alleen maar goed dat je niet komt. Ik weet ook eigenlijk niet. Ik kom er nooit, om het zo maar te zeggen. Maar je loopt er gewoon voorbij als je naar de bank gaat. Oké, ja, ik heb nooit niet zo'n rebels leven. Mijn gaat meestal. Daar zie ik het gebouw volgens mij al. Het is dat. Een hele grote gebouw. Met dat blauwe glas, zeg maar, tegenover de bank. Nou, dan hoop ik dat er op dit moment gewoon even een agent aanwezig is. Want dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ja, maar dit gaat nergens over. Nee, precies. Gewoon 500 euro. Kijk, je zegt wel 500 euro is niks. Maar je kan er toch redelijk wat eten bijvoorbeeld van kopen. Jawel, maar kijk, om jouw naam helemaal zwart te gaan maken voor 500 euro. Ik bedoel, ja, precies. Dan kan je nergens meer aan de bak en dat schiet gewoon totaal niet op. Nee, dat is inderdaad niet handig. Er is iemand aanwezig. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Wij willen graag een aanklacht of een aangifte gaan doen tegen één persoon. Een dubbele aanklacht zelfs. Oké, ja, dat kan. Ik weet niet wat de procedure allemaal is, want ik kom hier eigenlijk niet vaak. Wij schrijven even een boekje, als het ware. En daarin schrijven we de aanklacht tegen de persoon. En dat melden we even tegen de persoon. En dan komt er eventueel een straf. Oké. In ieder geval onderzoek. En een kans van slagen als een dubbele aanklacht op één persoon is. Is dat groot? Is dat... Ja, uiteraard is dat groter dan bij één persoon die een aanklacht indient. Oké, want in dit geval gaat het dus om beschuldiging van je eigenlijk geld verduisteren.
Ja, fraude om het... Ja, en niet een immens groot bedrag, absoluut niet. Maar het is wel indirect schade natuurlijk voor mijn bedrijf. Ik heb een eigen bedrijf, wat daardoor de naam natuurlijk naar beneden haalt. Mijn werknemer wordt daardoor met een scheef oog aangekeken. En dat is niet hoe ik natuurlijk verder wil. Dus ik heb zoiets van, ik wil alles aan doen natuurlijk om de persoon in kwestie... gewoon ja, daar eventjes flink voor te laten boeten. Op een nette manier. Ja, dat treft natuurlijk uw bedrijf. Maar ja, kom binnen zou ik zeggen. Oké, okay, dank u wel. De deur even open doen. Ja, ja dat... Dat gaat nogal redelijk makkelijk om het eventjes te zeggen. Nou goed, kom hier maar even. Ja, oh, oké. Okay. Doe maar mee. Dan even gelijk mee naar een computer. Oké. Okay. Ja. Oh god, dit is... Ja, wie is degene die we gaan aanklagen hier? Wie moet nou, jij weet het zelf heel goed. Ja, dat is Maaike. Maaike DDG Lof is de achternaam volgens mij. Even de boel neerzetten. Ja. Dit kan natuurlijk niet wat hier nou gebeurt. Dus gewoon, nee, precies. Dat, gewoon, dat pikken wij niet. Nee. Wat heeft de persoon in kwestie gedaan? Goed, Sander die is bij haar geweest om haar tuin mooi te maken, aan te passen. Daar uiteindelijk komt natuurlijk een rekening van. In dit geval is de rekening 1000 euro. Die heeft hij ook ontvangen. Die heeft hij daarna netjes aan mij gegeven. En een dag later komt zij naar me toe en beweert zij dat zij 1500 heeft betaald. En dat Sander zelf 500 in zijn zak heeft gestopt. En nu wil ze 500 hebben van Sander. 500 hebben van Sander nog wel? Ja, terwijl hij 1000 heeft... De rekening was 1000, hij heeft mij 1000 gegeven. En zij beweert dus 1500 en nu wil ze dus geld hebben van Sander. Ja, precies. Dus, en dat, ja. Dus en liegen en geld willen hebben voor iets wat gewoon totaal niet klopt. En ja, dat vind ik natuurlijk niet kunnen. Ja, nee, dat is precies. Dus eigenlijk fraude en... noem het dan maar op. Van iets vastelijk. Dus dat kan inderdaad niet hier. Nee, precies. Oh. Nou, okay. Dus ik weet niet, heb je enig idee wat voor iets we daaraan kunnen verwachten? Kijk, krijgen we daar misschien een geldbedrag door? Wordt zij daardoor misschien achter de tralies voor een dag of twee, drie? Gaat er iets belangrijks gebeuren met haar? Voor fraude dan kun je inderdaad in de gevangenis terechtkomen. Of je zal het geldbedrag moeten betalen als het ware. Aangezien het niet zo'n heel groot geldbedrag is, zullen we haar niet echt voor fraude vervolgen waarschijnlijk. Ja. Maar dat zij iemand valselijk beschuldigt hier, daar kunnen we zeker wel wat mee. Oké, maar het is niet dat wij hier nu nog geld uit kunnen slepen, zodat zij misschien een schadeclaim moet betalen. Want ik loop hier de duur klanten er mis van, hè. Er gaan geruchten dan rond van, ja, bij tuincentra werkt een medewerker en die houdt geld achterover van de baas. En, ja, precies. Ik bedoel, mensen hebben zoiets van, nou ja, weet je, ik wacht gewoon met mijn tuin tot misschien of een ander bedrijf er is of wat dan ook. Ik moet ook gewoon mijn maandelijke lasten betalen, ik moet mijn werknemers betalen. Ik ook daar, zou je een geldbedrag uit kunnen slepen, inderdaad. Oké. Okay. Zij beschadigt inderdaad wel het imago van uw bedrijf dan. Daarom, en dat vind ik ook het ergste aan alles, weet je. Kijk, sowieso, ik vind het heel erg dat natuurlijk mijn werknemer hier de dupe van is. Maar ook het bedrijf zelf, weet je. En daarom heb ik zoiets van, ik ga gewoon stappen ondernemen, want ik accepteer dit niet. Dit is gewoon, nee. Nee, inderdaad. Dit hoort gewoon niet te kunnen dat iemand zo te werk gaat, terwijl gewoon netjes in tuin is afgeleverd, nog een dag later volgens mij. Daarom, en dan vind ik nog wat erg dat ze ook nog geld wil hebben van Sander, wel 500. Dan heb ik zoiets van, nou ja, weet je, dan wil ik wel een schadeclaim van 5000 minimaal. Het is veel geld, maar okay. Het is veel geld, maar als er zoiets wordt gedaan, ja. Ik loop gewoon geld mis. Ik durf verder dat er zeker 1 à 2, 3 mensen gewoon zo recht voorbij lopen. Ze zeggen van, nee hoor, ik ga er echt niet naar binnen. Nee, ja, precies. En wie weet wat voor bedragen zij aan bloemen hebben gekocht. Dus dat vind ik 5000 nog maar heel schappelijk. Ja. Nu is mijn vraag aan jullie. Willen jullie anoniem onder het papier staan? Of willen jullie met jullie eigen naam er ook onder? Ik wil met mijn eigen naam wil ik erop staan. Omdat ik hier de verantwoordelijkheid voor neem. Aangezien het onder mijn bedrijf gebeurt. Dan zal ik uw naam erop vermelden. Even kijken. Ja, wil ik mijn eigen naam... Weet je wat? Doe maar gewoon lekker op. Want ja, ze ligt mij tenslotte toch op en wie zou het eigenlijk anders moeten zijn, weet je? Is gewoon, ik zal even alles afhandelen. Ik vind het gewoon echt niet kunnen dit. Nee, precies. Goed, als je iets wil maken, ik bedoel, we hebben heel het bedrijf. Ik neem aan ook dat de kosten, als de kosten worden gemaakt, niet op het bedrijf worden verhaald, maar op haar worden verhaald. Aangezien ik natuurlijk hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Eventuele rechtszittingen of gevangenisdingen of wat dan ook. Geen kosten voor mij in ieder geval. Nee, precies.
Want zij, ja, zij maakt uiteindelijk toch wel de fout volgens mij. Dus, Daarom, we leveren zelfs nog goede kwaliteit bloemen en planten. En we maken de tuin mooi. En dan vervolgens wil je er ook nog geld aan, zelf aan gaan verdienen. Zo werkt het niet. Dat kan echt precies. Niet. Ik heb hem bijna af. Oh, ja. Ik wou even naar dit stukje van het kantoor lopen. Het is een heel klein kantoortje. Misschien moeten ze een keer wat uitbreiden. Maar dat is... Ja, nou ja, dit is een gedeelde werkplek even. Mm-hmm. Ik wil ook wel een rondleiding geven, maar ja. Ik ben aan het werk vandaag. Ja. Ja, we krijgen de laatste tijd wel veel aanklachten en zo, dus... Ja, het is wel, gaat wel wat dingetjes hier gebeuren hier in de stad, zeg maar. Ja, je hebt alles geregeld, zowat. Okay. Maar goed, de aanklacht is nu binnen. En wanneer krijg ik er iets van te horen? Een brief of iets in die trend? Ja, waarschijnlijk zal ik of een meerdere zal nog informeren. Dat kan per brief of we zullen even bij u langskomen. Oké. Okay. Maar u zult zeker nog van ons horen dan. Oké, nou dan bedankt u. We zullen een onderzoek instellen en dan komt het wel goed. Dan bedankt u enorm voor uw tijd. En dan ben ik erg blij hoe het nu gelopen is. En dan gaan wij snel terug naar ons bedrijf, want ik kan niet weer open. Ja. Natuurlijk hoop op een mooie geldsom, want dit kan natuurlijk gewoon niet zo. Nee, dit kan niet zo. Prachtig bedrijf inderdaad. Nog een fijne dag verder, meneer. Ja, hetzelfde. En, dank u wel. En wellicht hoor ik van u. Bedankt. En dank verder. Daar zijn we hier voor op de... In mijn politiebureau. Fijn. Ja, precies. Nou, dank u wel. Dag. Fijne dag. Nou, dit is toch mooi opgelost deze manier, weet je. Het loopt nog twee aanklachten tegen haar. Ik hoop wel dat we er wat geld voor kunnen krijgen, als ik eerlijk ben. Hoop ik ook. Ja, zij wil geld van ons. Nou, dan pluiten we haar, zeg maar, ook even lekker uit, om het zo maar te zeggen. Het is normaal niet de manier hoe ik... eigenlijk te werk zou gaan. Ik heb wel zoiets van, we kunnen er makkelijk over praten, maar in dit geval gaat het natuurlijk wel om geld en we moeten ook gewoon onze dingen betalen en dit gaat gewoon niet gebeuren zo. Dit is huis, hè? Dit heb jij gedaan. Dit is het gewoon. Ja, precies. Maar hier kan je ook geen 500 voor rekenen voor een paar herries en een beetje onkruid weggaat. Als ik daar 1500 voor zou rekenen, zou het net zo zijn als ik hem voor een brood 100 zou gaan rekenen. Dit is gewoon een te kleine oppervlakte om zoveel geld voor te vragen. Zoals je het had gevraagd, dan had ik geld teruggegeven. Maar dit is gewoon... Nee, dit kan niet. 1500, dat is toch... Nee, dat is niet zo. Nee, precies. Goed, maar... de aanklacht loopt. Nou is het natuurlijk hopen dat we er snel wat van te horen gaan krijgen. En dat wij in ons recht staan. Maar ik ga ervan uit van wel. Ik denk dat wel goed komt, inderdaad. Ik denk het ook. Nou, dan... kunnen wij weer lekker aan het werk en dan hopelijk komen er weer nieuwe klanten. Ja, precies. Ik ga eventjes verder bij de bloemetjes. Is goed, ik ga de kas opmaken. Ik was er nog wat bezig, dus als je me nodig hebt, je weet me te vinden. Ja, nou, we hebben straks pauze, dus dat komt wel goed. Ja, is goed. Yo! Yo! Goed mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk nu ook niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Check Sander zijn kanaal in de beschrijving en Beyond zijn kanaal als hij dan heeft. Anders zijn Twitter of wat ook in de beschrijving. Check dus dat ook even uit. En tot de volgende keer mensen. Later.